Goedemorgen vanuit Brixemintalen, Brixental, op 3 januari 2016. We zijn op weg naar de Gooralp, we zitten in de Schieweldbaan. We gaan eens even kijken hoe de situatie boven is en of daar nog meer sneeuw is gevallen. En zo kom je toch weer boven de eerste wolkenlaag uit en het zonnetje probeert daar alweer doorheen te komen. Boven bij Wessendorf op de Gooralp. Even kijken hoeveel sneeuw er is gevallen. Nou, dat kun je als het goed is hier een beetje zien. In ieder geval meer dan zo'n 12, 13 centimeter wat wij zo inschatten. En het is heel mooi opgefrist. Ik kan jullie helaas niet de omgeving nog laten zien, want het is zwaar bewolkt. Nou, de boel is op de berg aardig opgefrist. Overal is op de berg zo'n 10 centimeter sneeuw toch wel gevallen. En dat is een hele goede zaak. Hier kijken we richting Schefau. Bovenop de Eiberg is het best uit te houden. Hier tref je echt alleen maar hele goede sneeuw aan. En we staan in Schefau bij de Osthangbaan. Nou, waar we tegenaan kijken, dat is de Eiberg met de 2 vierzits. Persoonsstoeltjeslift hiernaast. Maar zie ook eventjes hoe druk het is. Waarschijnlijk komt het ook omdat het even over 3 is en dat de meeste mensen er toch wel een eind aan gaan maken. En dan hebben ze deze lift hiernaast nodig, de Osthangbaan. Maar we hebben wel geweldig weer vanmiddag gekregen. De zon is erbij gekomen. Pistes liggen er zeker beter bij dan de afgelopen dagen. En dat is dikke winst. Zo, de 3 januari zit er ook weer op en we gaan dus afsluiten. Nou, samenvattend, 10 centimeter sneeuw gevallen op de pistes en dat was hard nodig hier in de Kitzbüheler Alpen. Neemt niet weg dat er zeker nog wel ijs onder de vers gevallen sneeuw ligt, dus het is absoluut oppassen geblazen. En ik sluit af en ik zeg maar weer de groeten.